Hey, hallo allemaal. Het is 2016. Welkom in het nieuwe jaar en welkom bij vlog, brei- en haakvlog nummer 16. Dat heb ik heel goed uitgekiend. Mijn excuses voor het slechte licht. Het is buiten donker en miserig. Het is januari, dus dan krijg je dat. Maar ik hoop dat je me toch kan zien en kan verstaan. Zo niet, laat het even weten alsjeblieft. Welkom voor al mijn nieuwe kijkers. Leuk dat je me gevonden hebt. En welkom bij de vlog van Puk Vossen, dat is mijn naam. Mijn bedrijf heet Bureau Vossen en op Revelry heb ik een eigen groep waar ik op dit moment een tracecall in aan het doen ben. En de meeste nieuwe kijkers zullen daar vandaan komen. Superleuk dat je me gevonden hebt en ik hoop dat je ook mijn oude afleveringen bekijkt. Er staan heel veel tips in, dus het is zeker de moeite waard. En natuurlijk ook welkom aan mijn trouwe kijkers. Ik vind het super leuk dat jullie blijven kijken en blijven reageren. En stel ook gerust je vragen. Dat doen ook steeds meer mensen. En dat vind ik heel erg leuk. En dat kan je doen op Twitter en op Facebook. Maar je vindt alle links hier beneden het filmpje van YouTube. In mijn show notes, zoals dat heet. Vandaag is het dus ergens in januari. Ik wens je een warm en een heel erg creatief goed nieuwjaar toe. En dat je gezond zal zijn, worden of blijven. En dat je het goed hebt met de mensen die je lief hebt. Vandaag ga ik natuurlijk weer een giveaway doen. Zag je dat? Ja. En ik ga natuurlijk bekendmaken wie die superhandige wolplanner en dit prachtig projecttasje heeft gewonnen. Er zit een hele bol vol weer met namen. Dank jullie wel voor het meedoen. En doe ook gewoon weer de volgende keer mee. Je hoeft alleen maar je naam achter te laten. Dat is alles wat je hoeft te doen. En verder ga ik natuurlijk vertellen waar ik mee bezig ben. En hoe het met mijn tracen gaat. Veel mensen, vooral op Twitter, denken, wat is een trace? Trace is een sjaal. Een koolsjaal. Die je als kool kan dragen en als sjaal om kan doen. En tot eind februari loopt er een call, een knit-along, in mijn Puk Vossen groep op Revelry. En kan je meedoen. Gewoon in je eigen tempo, met je eigen garen. En eindeloze rondjes breien. En gezellig delen met elkaar wat jij, hoe jij je trace maakt, waar je aan het tracen bent. Het is al een nieuw werkwoord namelijk. En als je vragen hebt, kan je die natuurlijk ook stellen. Ik ben dit nieuwe jaar begonnen met een nieuw project. En dat is de Hollandse collectie. Zoals mijn trouwe volgers weten, ben ik al een tijdje bezig met patronen ontwerpen die geïnspireerd zijn op Hollandse tradities, folklore, Hollandse steken en oude Hollandse patronen. En daar ben ik een collectie patronen, brei- en haakpatronen rondom aan het ontwikkelen. En die kan je nu op Instagram ook volgen. Het eerste patroon die al verschenen is op Revelry en die ook al meteen aan wordt gemaakt door Mirjam van Creative Red Fox, is de Hakvoortsjaal. En de Hakvoortsjaal is vernoemd naar mijn oma. En als eerbetoon aan haar heb ik, dat is de moeder van mijn moeder, haar lievelingssteek was de damboordsteek. Zij maakte eigenlijk alleen maar sokken in de damboordsteek. En die steek heb ik dus verwerkt in een sjaal. En die vind je op Revelry. Maar daarnaast ben ik natuurlijk bezig met andere patronen, waaronder dit staphorstenvestje. En zoals je ziet gebruik ik daarbij de kleuren die heel erg veel terugkomen in Nederlandse tradities. En dat vestje daarboven heb je waarschijnlijk ook al gezien. Het is hetzelfde vestje als deze, maar dan in andere kleuren. Ik ben dus ook haakpatronen aan het ontwikkelen. En ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een tas. En het leukste, dit is eigenlijk het leukste onderdeel, vind ik. Het bedenken welke garens je nodig hebt ervoor. Welke motieven je gaat gebruiken, welke kleuren. En ik ben dus enorm aan het spelen eigenlijk met kleuren en structuren. Super leuk om te doen. Dit is trouwens een super tweet van Fonti. Een Frans merk.
En dat is wol met mohair. En ik word daar heel erg gelukkig van. Het is namelijk zacht en wollig. Ja, heel fijn. En de giveaway van deze aflevering. Ik ga eerst vertellen over de nieuwe giveaway. Want dat zijn weer belachelijk mooie strenge wol die je kan winnen. Deze twee dames of jongens. Deze is heel lichtblauw met een beetje naar het wit. Het is lichter dan wat je nu op het scherm ziet waarschijnlijk. Beetje ijzig blauw. En deze is meer gemengd. Blauw, geel, groen. En wat is het? Van Manos del Uruguay. Clara. Handgeverfd. En boterzacht. Het is een delicately spun single ply. Dus het bestaat uit één draad. Single ply. En het is echt super zacht. Ik krijg zelf natuurlijk ook streng om mee te werken. En deze is lichtgrijs. En ik ben hier een soort ajourmotiefje in aan het breien. Het is ontzettend zacht. En het draagt enorm fijn dicht bij je gezicht. Geschikt voor sjaals, mutsen, truitjes, babytruitjes heb ik er ook van gezien. Het is wel, ik zou het zelf met de hand wassen. En er zit ontzettend veel meter eigenlijk op zo'n streng. Ik zal het even voor je opzoeken. 350 meter op 100 gram. En je breidt het met breinaald 3, 5, 70, 4 millimeter. En het is in een aantal speciaalzaken in Nederland, wolzaken, is het te verkrijgen. Super zacht. En ik mag namens Style in Living, dat is degene die dat importeert in Nederland. Dankjewel, Afke. Mag ik twee van deze strengen weggeven. Dus één iemand krijgt twee strengen. Oh, het is zo mooi. Maar wie heeft de giveaway van de afgelopen keer gewonnen? Dat ontzettend fijne project tasje met de wolplanner van Knotten in Delft. Ik ga weer eens even met mijn ogen dicht een naam trekken. En dat is geworden Joke Boonstra. Joke, gefeliciteerd. Ik gun jou dit van harte en ik zorg dat het naar je toe komt. Gefeliciteerd met deze mooie prijs en laat zien wat je daar uiteindelijk mee doet. Dus wat doe jij in dat projecttasje en wat ga jij allemaal opschrijven in je wolplanner? Nee hoor, dat is geen must, maar dat vind ik wel heel erg leuk. Ik wil ook nog even over mijn treesjes praten. Ik maak er twee. Eén is er al af. Dit is mijn Noro-trees. En die is gemaakt van Noro sokkenwol. Ja, de kleuren vervormen heel erg met dit licht, maar het is dus blauwig. En dit is precies één bol. En zoals je ziet, het is een korte sjaal geworden. Ik zal die andere even afdoen. Dus je kan hem om je nek doen en zo onder je jas lekker dragen. Dan is het wel warm, maar niet dat je zo'n enorme bult onder je jas hebt. Ik heb namelijk heel vaak dit bloot. Dus dan is dit ideaal als het zo koud is buiten of het waait. Dit is mijn Noro trace. En ik zeg wel dat ik het ook over mijn andere trace wil hebben. Maar die ben ik even kwijt. Trace is zeer eigenwijs namelijk. Het is mijn leestrace. En die maak ik met leesgaren van Lorette Karman. In prachtig diep donkerblauw. Maar die trace heeft een eigen willetje. Dus die verdwijnt en die verschijnt op plekken. Waarschijnlijk in de volgende aflevering. Dan zie je, ik ben nu ongeveer hier. Het gaat hard. Maar ik wil die echt heel erg lang maken. Ik zal ook nog even laten zien dat je hem als kool kan dragen. Want het is gewoon een tube. En het leuke van zo'n kool is dat je ziet dus ook bij de anderen hoe ze hem aan het maken zijn. En welke variaties mensen allemaal verzinnen. Dus je kan hem natuurlijk hier breder maken zodat hij mooi als een kool valt, zoals Mara bijvoorbeeld deed. En je kan er allemaal gaatjes in maken of een ander stekenpatroontje. Maar ik merk dat de meeste mensen het heel prettig vinden om gewoon
simpelweg tricotsteek en lekker te breien. Je kan nog meedoen tot eind februari. En verder zit er niks, geen verplichtingen aan. Je kan ook niks winnen. Het is gewoon gezellig met elkaar dat doen. En de hashtag is de Treeskal. Dus doe mee, vinden we leuk. We zijn nu ongeveer met 35 mensen. En de een is actiever dan de ander. Is prima. En ik weet ook nog dat er moeders, oma's, tantes en buurvrouwen ook aan het trezen zijn. Maar die geen online verbinding hebben. Of daar niet zo actief op zijn. Dus ik denk dat we wel met 40 mensen in Nederland aan het trezen zijn. En niet alleen in Nederland. Zelfs in Finland wordt er getraced op dit moment. Superleuk. Oké. Oh ja. De tip van de week. De brei- en haakdagen komen eraan. In april. 22 en 23 april. Op een vrijdag en een zaterdag. Ik ga daar in een andere uitzending nog veel meer over vertellen. Hoofdgast dit jaar. Anna Mats. Sweaterspotter. Dus, kom ook. Doeg, tot de volgende aflevering. Doeg.